Jennifer Simons-Geerling is zaterdagavond gekozen als de nieuwe voorzitter van de Nationale Democratische Partij NDP. Simons won de verkiezing met een aantal van 46 stemmen ten opzichte van Ramon Abrahams, die 23 stemmen kreeg bij de interne verkiezingen. Geerling Simons is hiermee de eerste vrouwelijke voorzitter van de partij sinds haar 37-jarig bestaan. Volgens de statuten van de partij moet het dagelijks bestuur ook gelijk worden benoemd, wat ook gebeurde na de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Geerling Simons gaf na de functie te hebben aanvaard in haar toespraak enkele mededelingen door die het nieuw bestuur heeft besloten. Wil ik u aangeven dat wij de eerste beslissing is geweest van ons als nieuw hoofdbestuur, dat we de heer Desiree Delano Bouterse willen benoemen tot erevoorzitter van onze partij. Hij heeft natuurlijk een heel leven met deze partij gebracht en vooral het voorbeeld wat hij in zijn leven en zijn werk heeft gesteld om alle Surinamers altijd te omarmen, ongeacht ras, geloof, etniciteit. Dat is iets wat vooral vandaag de dag echt belangrijk is, dat we het voortzetten en verder ermee gaan en nog beter maken dan wat we in het verleden hebben gedaan. Daarnaast hebben we dan dagelijks bestuur, de ondervoorzitters benoemd en de penningmeester en de secretaris. Mag ik de Abrahams is 24 jaar de eerste ondervoorzitter geweest van de partij. Hij was de tegenkandidaat van Simons die de verkiezing won. 71 personen, afdelings- en resortsvoorzitters, hebben hun stem uitgebracht, terwijl twee stemmen ongeldig waren. Simons deelde mee dat nog zal worden bepaald wie haar vervangers worden. We gaan dan weer bij elkaar komen, want we hebben nog wat werk te verzetten in verband met het benoemen van de vervangende voorzitters, de volgorde van de ondervoorzitters. In verband met ons huishoudelijk reglement, maar we willen u niet langer laten wachten. Ik ga vanavond maar heel kort iets zeggen aan de partij en aan de samenleving. De reden waarom ik deze functie heb geambieerd is omdat we in de partij bezig zijn met vernieuwingen. We hebben het pad opgezocht van alles wat we denken dat we goed hebben gedaan, beter te doen. En alles wat we denken dat we niet goed hebben gedaan, nu wel goed te doen. Het betekent dat we als partij in ontwikkeling zijn verder. Om de idealen die al heel lang er zijn en die er nog steeds zijn voor Suriname, om ze te kunnen verwerkelijken. Om straks mee te doen in een regering, leiding te geven hopelijk aan een regering waar voornamelijk we ons gaan focussen op goed bestuur, transparantie, zodat datgene wat we hebben, veel of weinig, dat dat op een correcte manier voor het land wordt besteed. De ondervoorzitters zijn Ramon Abrahams, Ashwin Adin, Sergio Akimboto, Suwarto Mustaja, Faisal Abdul Ghafoor, Ricardo Panka en Ingrid Bouterse-Waldring. Caroline Helbron is secretaris en Rosselli Cotino penningmeester.